banden en als vierde lieutenant Olivier Gilson. Als ze hier mooi voorbij komen, strak met z'n vieren in de formatie. We zullen vandaag al meer formatieteams zien. We hebben net dus de single, de solo displays gezien. Waar zijn de instructeurs op de leerlingenopleiding in België. En die laten zien wat de basisformatiestructuren zijn. Waar alle militaire vliegers, die ze moeten beheersen. Ja, dit is weer zo'n prachtig foto moment. Helemaal begonnen met de mooie kleuren. In de box voor een nieuwe look. En deze man kent natuurlijk ook de verschillende formaties die we ook de hele dag gaan zien. Van box tot swarm, tot fingertip, ladders hebben ze. En ze zoeken het verschillend door de hele dag. En laten zien wat ze allemaal kunnen. Die wisselingen en dat vergt uit tussen concentratie en dat je dan dus uit de formatie gaat. Je moet dus dat weer in de referentie zitten. Deze vliegtuigen kunnen van plus 6 tot min 3G. Ook deze man hebben geen G-suit aan. Dus we moeten gewoon hard werken om het allemaal te kunnen handelen. Dat als je steeds in de competitie opgepompt wordt, dan ook gewoon benen klemt, zodat ze wat meer zonder bij het persen naar boven. Ah, kijk eens naar de prachtige koordinatie. Het lijkt bijna één, zo strak doen ze het vandaag. Het is ongelooflijk wat die mannen vinden. Nou, daar gaan we niet veel vrouwen in de demo zitten. We krijgen een eentje in de hoop straks, onze Jules. Ja, dat is wel graag. Dus ik zie dat ik dit weer mag zien. Maar misschien dat het allemaal een beetje leuk op de kans op jou. Maar er zijn ook bijna van maken, hè? Dan maak je maar 120 euro. Maar het is ook zo dat je niet zoveel mogelijk maakt. Maar je kunt nagaan als je, laten we zeggen, 180 per jaar moet maken. Hoe lang? Je bent eigenlijk constant bezig met voorbereiden als je weggaat. Er moet zoveel aangevraagd worden, kaarten moeten ingetekend worden. Maar ook als je terugkomt, alles moet ingevuld worden, gedebriefd worden, zoals we dat noemen. Dat is dus, ik zou even napraten hoe het ging, hoe het was, of alles goed is gedaan, of iedereen tevreden is. En dan gaan we uit elkaar. Goed dat het in de kamer is.
rond vandaag op de luchtmacht uit een oud luchtmachtcommandant. En we willen hem toch eventjes van harte feliciteren. En wij hopen dat hij een prachtige dag heeft vandaag. Dat hij het een beetje droog houdt vandaag. En vooral geniet van deze ontzettend show. Dus mocht u Rudy Eding tegenkomen, feliciteren met hem. Want hij is jarig en 45 jaar. Nou, heeft er ooit zoveel bezoek op zijn partijtje gehad? Nou.